Heel simpel, ik ga niet kort omheen, ik ga niet lang omheen draaien. Het is gewoon zo dat. Vlog. En dit is een keer een andere vlog als jullie van mij normaal gesproken gewend zijn. Want we gaan niks geks doen, het wordt gewoon echt puur dit. Gewoon, ja, dit. Want er is iets wat ik jullie moet vertellen. Zoals jullie gemerkt hebben in de afgelopen tijd, zijn de vlogcontent is sterk gedaald. En dat had eigenlijk te maken met, heel simpel, ik ga niet kort omheen, ik ga niet lang omheen draaien. Het is gewoon zo dat, ik heb geen zin meer in vloggen. Of, ik ben gewoon klaar met vloggen, gewoon, voor mij is het gewoon klaar. Het tijdperk vlog is gewoon klaar voor mij. Gewoon 7 jaar lang, bijna 7 jaar lang heb ik gewoon continu vlogs opgenomen, naar evenementen geweest, alles gedaan en altijd maar de camera op zak gehad. En ik merkte aan mezelf de afgelopen tijd dat gewoon, koek is gewoon op. Ik merk gewoon dat het vlog is voor mij gewoon niet meer gewoon wat het altijd was. Gewoon, ik weet niet, ik ben echt enorm gaan houden van privacy vooral. Gewoon van alles wat ik geheim hou en gewoon lekker voor mezelf houden en voor mijn vriendin. En ja, het vlog is, dat hoort daar voor mij gewoon niet meer bij. Weet je, het wereld is veranderd en ja, tuurlijk, weet je, ik heb nu een vriendin in mijn leven en alles is veranderd. Maar daarom zeg ik, weet je, het is voor mij gewoon, vlog past daar gewoon niet meer bij, weet je. Ik wil ander soort content maken en dat is ook precies het volgende waar ik bij aangekomen en dat is namelijk dat ik ga anders voor content maken. En wat voor content precies, dat moet jullie allemaal even afwachten. Dat gaat nog even duren, want ik ga tot de 1000 vlogs door en daarna stoppen de vlogs. Daarna komen er nooit meer vlogs online, omdat gewoon een vlog is dan gewoon klaar. Dus geen niet getreurd, ik ga niet stoppen met YouTube, maar wel met het vloggen. Er komt anders voor content op dit kanaal. Het blijft ook gewoon meer te heet, alleen niet meer vloggen. Want vloggen is gewoon, weet ik, heb dat een tijdje lang echt super leuk gevonden. Alleen ik ben de afgelopen tijd ook bijzonder aan mezelf gaan twijfelen over, vind ik dit nog wel leuk? Weet je, is dit nog wel hoe ik het komende jaar wil gaan voortzetten? En nou ja, eigenlijk mijn enige antwoord erop was, nee. Ik bedoel, ik heb het echt naar mijn zin gehad in de vlogtijd. Gewoon absoluut hartstikke leuk gevonden. Maar op het moment dat mijn vlogcontent, en ik merk het zelf ook, naar beneden gaat en dat gewoon, weet niet, dat het, nu ik een relatie heb en nu alles voor mij volwassenen begint te worden. Want de vlogs zijn altijd natuurlijk een beetje kinderlijk geweest, gewoon een beetje gek doen, een beetje. En nu, ik merk aan mezelf gewoon, alles is veranderd in de tijd. Dus, en ik heb het altijd leuk gevonden om content te maken. Alleen, het vloggen is voor mij gewoon niet meer wat het was. Die magie is voor mij gewoon eraf, omdat ik heb alles wat ik ooit in mijn leven wilde filmen, heb ik al gewoon gefilmd. En natuurlijk, ja, maar je hebt altijd momenten, hè. Dan wil je dat filmen. Klopt, alleen ik heb het te vaak ook niet. Er zullen vast altijd momenten zijn dat je denkt van, god, weet je, dat wil ik weer filmen. Maar dus die momenten heb ik te vaak niet. En dat heeft mij wel tot volgende bedacht dat inderdaad dat ik wel ga stoppen met vloggen. Want ik heb het met mijn vriendinnen erover gehad, ik heb het met vrienden erover gehad. En die zeggen, ja, weet je, Mitchell, op een gegeven moment heb je alles wel een keer gefilmd. Dus dan zal je wel een keer nieuws content moeten maken. En dat is precies wat ik bedoel. Dus ja, het is misschien heel gek deze view, maar ik moest het maken, want het zat me gewoon echt dwars. Gewoon, ik had steeds minder lol om ook die camera steeds mee te nemen als ik bijvoorbeeld daar even met naartoe ging. Gewoon puur omdat ik ook gewoon privacy wil. En de nieuwe content die ik wil gaan maken, dat heeft echt, die is ook gericht op evenementen en zo. Dus dan weet je dat ook weer gelijk dat ik wil evenementen voortaan dieper in beeld brengen en niet meer mijn privéleven. Mijn privéleven zal het daarom ook na 1000 vlogs zal mijn privéleven niet meer op beeld komen. Dan wil ik het vloggen, het hoofdstuk vloggen, wil ik dan gewoon achter me laten. Omdat dat gewoon niet meer van deze tijd is. Wel wil ik jullie dan natuurlijk allemaal vast bedanken voor het kijken naar de vlogs van de afgelopen jaren. Maar ja, dan hoop ik dat we met dit nieuwe content versie, dat we daar wel fris mee het nieuwe jaar in gaan. Dat we gewoon het vlogseizoen na 1000 vlogs echt gewoon af kunnen. Of de vlogtijd, het hoofdstuk gewoon af kunnen sluiten naar 1000 vlogs. En dat dan ook gewoon echt. Ja, dat is vlogs moois geweest. Weet je, dan hebben we een mooie tijd gehad als vloggen. En dan is het gewoon tijd voor nieuwe dingen. En wat het precies allemaal inhoudt, dat zien jullie dan in een van de video's. Maar goed, dan weet je dat in ieder geval de vlogs gaan stoppen. En er komt andere content voor in plaats. Er komt ook geen uploadschema. Geen, ja, tijd wel. Tijd blijft gewoon 5 uur, maar er komt geen uploadschema. Gewoon puur om ook de druk bij mezelf weg te halen van, hè. Vroeger had ik nog wel eens, als ik een vlog ging uploaden, dan moest ik echt aan de tijd vasthouden. Elke woensdag om 5 uur. Nou, dat jongens, dat is echt. Dan zit er een bepaalde druk in je hoofd en dat moet je niet willen. Dus ja, in goed overleg met mensen in mijn omgeving, mijn vriendin, mijn vrienden, iedereen, heb ik toch wel besloten om een vlog neer te leggen en gewoon door te gaan met content op een andere manier. Dus stel ik dat ook weer gelijk. Nou ja, dat. En daarmee wil ik deze vlog ook weer eindigen. Hoop ik heb weer genoten van deze vlog. Het is echt bakken op buiten. Dus ga lekker een dekentje omheen doen. Dan komt mijn vriendin ook zo weer gezellig. Dus ja, lekker warm. Lekker knus. Maar goed, voor in ieder geval bedankt voor het kijken. Hoop ik heb je genoten van deze vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog interessant. Het is even iets een andere vlog. Ik kan het ook niet echt vlog noemen. Maar het is wel even wat ik moest vertellen. Dus bedankt voor het kijken. Blijf positief. En dan check jullie gewoon bij de volgende vlog. Hier op mijn kanaal. En dan gaan we langzaam toewerken naar het einde van de vlogs. En dat is dus inderdaad de 1000ste vlog. Bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende vlog. Voor nu nog.
En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag. Peace!